Welkom bij Wetenschap 101. Vorige week had ik het over melancholie en ik ga nog even door over somberheid, want het bekendste antidepressivum ter wereld heeft dit jaar een jubileum. Het is 25 jaar geleden dat verkoopsucces Prozac werd goedgekeurd voor de Amerikaanse markt. De geschiedenis van Prozac gaat nog verder terug, in ieder geval tot 1951, toen artsen dachten misschien een nieuw middel gevonden te hebben tegen een totaal andere ziekte, tuberculose. Het middel heette iproniazide en werd getest op patiënten op Staten Island, New York. En die werden daar bijzonder vrolijk van, zelfs euforisch. En het middel werd goedgekeurd als antidepressieve, maar het had flinke bijwerkingen, was behoorlijk slecht voor de lever. En het werd weer van de markt gehaald. Maar middelen uit dezelfde familie, die van de MAO-remmers, worden tot op de dag van vandaag gebruikt als antidepressieven. En een van de effecten van MAO-remmers is dat ze het serotoninegehalte verhogen. En serotonine is een neurotransmitter, een boodschapperstof in de hersenen. En steeds meer artsen raakten ervan overtuigd dat er een verband was tussen depressies en een laag serotoninegehalte. En hoe dat precies zit en hoeveel nut het heeft om het serotoninegehalte te verhogen, daar wordt tot op de dag van vandaag onderzoek naar gedaan. Maar een volgende stap werd genomen in de jaren 70, toen middelen werden ontwikkeld die heel specifiek op de serotoninehuishouding ingrepen. En een daarvan was fluoxetine, dat nu een kwart eeuw geleden onder de merknaam Prozac op de Amerikaanse markt kwam. De Belgen waren overigens een jaar eerder en Nederland volgde in 1989. En voor de fabrikant werd het een groot succes, het werd talloze malen voorgeschreven. En dat is allemaal als onverwacht zijpad in de geschiedenis van de tuberculose.